Ik gaf al eerder aan dat we vandaag ook een gesprek zullen hebben met Raoul Swedo. En we hebben een gesprek met hem omdat vandaag via 8.2 is dat, het eerste inheemse televisieprogramma start, genaamd Apache. Van harte welkom, Raoul Swedo. Vertel ons over Apache. Hoe, ja. Wat, waarom? Goedemorgen, ik groet alvast de kijkers thuis. Apache Actueel is inderdaad onze inheemse programma die dus vandaag voor het eerst uitgezonden zal worden via STVS kanaal 8.2. Waarom? Apache Actueel is een onderdeel van Stichting Apache Suriname. En daar ben ik de voorzitter van. We hebben als stichting gemeend om eigenlijk een communicatieplatform te creëren voor de inheemse gemeenschappen. Omdat we dus vinden dat als je goed kijkt naar de media, heeft iedereen eigenlijk een mediahuis. Alle volkeren, om het zo te zeggen. En als voorzitter stond ik erbij stil. Ik vroeg mezelf af, zeg. Wij doen al een programma op SRS, Apache Radio. Maar hoe komen onze inheemse mensen in beeld? Waar komen ze in beeld? En er was eigenlijk nergens waar dat te bespeuren was. Zodoende hebben wij dus de koppen bij elkaar gebracht binnen de organisatie. Maar ik moet eerlijk zeggen, ook eigenlijk met een motivatie vanuit de samenleving. En dat gebeurde via Apache Radio. Werd ons eigenlijk opgedragen om met de eigen televisiestation en radiostation te beginnen. Maar ik begreep het, als mensen ons zo volgen, dan ja, als leek weet je niet dat je genoeg kapitaal nodig hebt daarvoor. Maar wat onze verplichtingen zijn als stichting, is dat het moment dat de samenleving een beroep op je doet en ze een wens hebben richting onze organisatie, moeten wij tenminste een tussenweg vinden. Ja. Zoals we dat met Apache Radio hebben gedaan, hebben wij het intussen ook gedaan met tenminste een tv-programma voor de inheemse gemeenschappen. En dat is dus Apache Actueel. Oké, en wat moeten we verwachten van Apache Actueel? Moeten we het onder nieuws zien? Wie zullen we allemaal zien langskomen? We hebben het genoemd Apache Actueel, maar het is heel breedvoerig. Ja? Mm-hmm. Ik zeg het eigenlijk ook in het programma. Je gaat soms blije nieuwsjes hebben, maar soms ook minder leuke nieuwsjes. Ja toch? Want wij willen alles wat met de inheemse gemeenschappen te maken heeft, willen we belichten. Hoe leven de mensen in de dorpen? Hoe ziet hun cultuur eruit? Toch? We gaan ook naar de geschiedenis, toch? Waar is het begonnen met de inheemse gemeenschappen? Dus biografisch, we brengen sportactiviteiten, we brengen entertainment. Het is gewoon een heel breedvoerig ding. All in one. Yes, all in one. Maar u zegt het is dus eigenlijk voor de inheemse bevolking. Ja. Welke taal zal dan gebezigd worden? Nou, we gaan de communicatie, de basiscommunicatie doen we wel met Sranatongen en Nederlands. Want dat is ook een onderdeel van ontwikkeling. Bijvoorbeeld degene die alleen hun taal, hun inheemse taal spreken. Die mogen ook een beetje gaan ontwikkelen toch om die Sranatongen en Nederlands te kunnen praten. En het is wel een mooie vraag. Waarom? Je hebt verschillende inheemse gemeenschappen. Toch? Je hebt de Arawakken, die noemen zich ook Lokono. Je hebt de Caraïben, noemen zich Kalinjas. Je hebt de Trio's, je hebt de Wayana's, je hebt de Waraus. En geloof me, er zijn nog een aantal die we niet kennen. Al die namen worden ook vanavond gepresenteerd in het programma. En ik had inderdaad op Facebook een comment gezien waar iemand zegt van, maar ja, waarom Apache Actueel? Waarom geen naam? Inheemse naam. Maar dat was ook één comment hoor, die de ether inging. Maar het is goed om gelijk antwoord daarop te geven. Apache is ook een inheemse naam. Alleen internationaal, toch? En wij hebben bewust gekozen voor een centrale naam. Waarom? Stel ik zou zeggen Yakua Actueel.
dan is het Caraïbes. Mm-hmm. En dan kunnen anderen zich dan gaat de Arawakken zich, begrijpt u, een beetje teruggetrokken voelen, of de trio's. En daarom hebben we bewust geen naam in een Caraïbse taal of in een Arawakse of trio'se taal genoemd. Het is gewoon een centrale naam, Apache Suriname. Oké. Dus het programma zal ook gepresenteerd worden, gewoon dat het voor iedereen verstaanbaar is. Helemaal, voor iedereen verstaanbaar is. En we gaan van elk onderdeel zal ook gaan over de verschillende inheemse gemeenschappen. Okay. Begrijpt u? Dus we brengen niet alleen de Caraïbe, maar ook de trio's. Mm. En van allemaal, zoals ik het eerder zei, nemen ook hun cultuur mee. Oké. Waarom hebben jullie gekozen voor de SCVS? Oké, een mooie vraag. Het is eigenlijk begonnen bij SRS. We hebben met de nieuwe leiding een goede communicatie gehad. En we hadden toen zoiets van, het is een nationale zender. Laten we kijken wat ook de nationale zender van de televisie voor ons kan betekenen. Dus we hebben toen de eerste stap genomen, maar natuurlijk ook de bereikbaarheid van de STVS. We hebben een voeling gedaan in het veld, vooral in de dorpen. En de vraag was, hoe goed kan je STVS ontvangen? We hebben ook een paar aantekeningen gemaakt waar het minder goed is, toch? Maar niet dat het bijvoorbeeld zal liggen aan de STVS. Ik denk, sommige mensen moeten ook weer een goede antenne zetten. Ja. En al die adviezen hebben we ook meegegeven. Maar over grotendeel kwam het ons goed uit, dus de bereikbaarheid. En toen hebben we dus een communicatie gehad met de leiding. Ik wil van hieruit ook de leiding bedanken, in het bijzonder de directeur, omdat toen ik een app stuurde, had hij gelijk een open oor. Hij wou niet eens langer over praten. Hij zei gelijk, kom en zit met het team. We verwachten zeker een goede kwaliteit. Dus shoot. Oké, mooi. Tot slot, wanneer kunnen de mensen voor Apache Actueel voor de televisie gaan zitten? Oké, vanavond is de eerste dag. De eerste dag dat wij dus het programma gaan presenteren hier op STVS. Dat gebeurt om 9:00 in de avond. En ik mag de mensen vertellen dat dus elke donderdag wij eigenlijk, dat ze zeker wel Apache Actueel zullen zien, maar middels een aflevering die wij vandaag zullen presenteren. En de herhaling is ook op de donderdag, dus de komende week donderdag, maar dan wel op 8.1. Want we weten dat er veel mensen kijken naar 8.1 en ook die kijkers van 8.1 hebben we nodig. Maar we hebben 8.1 gemeend rond 10:30 het programma te laten presenteren voor de mensen die soms laat thuiskomen. S'avonds. S'avonds thuiskomen, ja. Wordt het dan een tweewekelijks of een eenwekelijks programma? Nou, net wat ik zei toch, dus de primeur uitzending is vandaag. En de week daarop is dan de herhaling en dan krijg je weer een dus om de uitzending. Om de ene week. Om de ene week, yes. Ik wens jullie heel veel succes toe met Apache Actueel. En we zullen het zeker volgen. Is er tot slot nog iets dat u toe wil voegen? Ik wil afsluiten. We moeten een kipje in tongo. Alladeen in Himse braden en assa. Ik hoop dat dit nou een speciale moment is. Eigenlijk naar een geschiedenis. Dat eerste lezing van in Himse TV-programma op presenteer Gi Unu. Nou, een platform Gi Unu en na een jury voor Mek Yusrefi, Nono De, voor Tja Yusref Komoro Bradi, Mek Ashenk Mopo, Apache op een platform Gi Unu voor presenteer Yusrefi en met Taku Alamala Salih voor een bijdrage Grand Tangi, in het bijzonder Apache staff. Okay. Thank you. Maar is er niets universeels dat je in het inheems kan zeggen, alle inheems in Suriname? Zonder dat ik sluit was maar uit. Dus is eigenlijk is waarom ik dit goed vind, omdat we dus nu ook bezig zijn met de talen. Ik wil ook Hollandse Kamp feliciteren met hun eerste Arawakse app die ze hebben gelaunched. Okay. Dus daar mag je al, ik ga die link voor je sturen. Okay. Dan mag je een beetje die Arawakse taal leren. Aboom. En ik ben nu ook bezig te leren. Dus maar dat binnenkort. Tak chinso in Heems, nog wat jere chinso in Heems. Otokomando. Tampoco pipi.
Kamakong STVS. Oké, ik vertel het graag. Ik heb gegroet en ik heb gevraagd dus, hoe het gaat met ze. En ik heb gezegd, komen jullie allemaal naar de STVS.